Luc van Somme is iemand die zijn droom achterna gelopen heeft. En toen ik 12 jaar was, droomde ik al van om dit te doen. Natuurlijk heb ik ondertussen wel een lange weg afgelegd. Eerst hier een turnout naar de academie en daarna een Antwerpen academie gevolgd. En met volharding en doorzettingsvermogen heb ik nou van mijn, iedereen van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Maar ja, hobby. Ik denk dat het eigenlijk meer een soort een roeping was, dat eigenlijk een hobby was. Zo. Een roeping om dit te doen, want ja, ik kan ook niks anders. Die drive is zo groot om dit te doen. Ja, we zijn nu een beeld aan het maken voor de universiteit in Maastricht. Er is dan mij gevraagd om naar een heel mooi historisch park een beeld te maken. En gewoon kijken natuurlijk hoe die situatie daar was. En dan toch wel lang over nagedacht, omdat ik eigenlijk het park zo vreselijk mooi en intact vond, dat het eigenlijk compleet als een antiek was of heel historisch. Een antieke tuin met die onmogelijke grote bomen. Ja, als al hetgeen wat er staat, de bomen, is verticaal, hè, allemaal monumenten die staan. En als je dan ook iets verticaal wilt maken, dan kun je ook nooit niet winnen ten opzichte van die bomen. Dus dacht ik van ja, ik ga iets horizontaal maken in het park. En dan, zoals je hier ziet, heb ik een maquette gemaakt. En ja, dat is 30, 35 centimeter groot nou, denk ik. En dan zoek ik hierin wat ik wil. En wat ik ook belangrijk vond, was dat je bij het beeld kon gaan zitten. Heb ik hier eigenlijk een soort figuur gemaakt. Dat in een bad ligt, zo zou je het kunnen zien. Maar in principe is er eigenlijk nog veel meer te ontdekken dan dat alleen. Ik dacht wel aan een bosnimf die daar in dat bos rustig lag, omdat het van die site toch heel veel rust uitging. En dat vond ik ook belangrijk. En dat is natuurlijk ook gemaakt van een materiaal dat er tegenbestendig is. Het is gewoon ook heel klassiek, antiek, wat ook past bij het park en is gewoon brons, een heel mooi weersbestendig materiaal. Ook een heel mooie verouderingspatien gaat krijgen in de loop der jaren. Het zal het beeld ook meegroeien met het park. In principe als je nu telt, ik boetseer het beeld één keer, ik maak een mal, dan maak ik weer een positief in gips, wordt er weer een negatief gemaakt in de vuurvast zand. En dan komt het positief in brons tevoorschijn. Dus het gaat eigenlijk 5 keer op en neer eer je het beeld hebt. Dus eigenlijk wel een heel arbeidsintensieve bezigheid. Daar komt wel heel veel het vakmanschap aan te pas, zeg maar. Ik hoop die studenten in het park te zagen. Dat ze daar wel naartoe gaan om er gewoon te kijken. En dat het zo wel een plek wordt waar je rustig onder de bomen dan bij kunt gaan zitten. Voor wat, je hoeft niet onmiddellijk over dat beeld iets te vertellen, maar dat het wel een aantrekkingspunt is voor de bijgaan te zitten. En in principe ga je in het park desnoods. Wandel je alleen in het park, maar als je bij het beeld gaat zitten, dan zit je ook nooit alleen. Dan zit er al iemand, ligt er al, en dan kun je gewoon even bij gaan zitten. Zo. Op die manier zou ik wel graag hebben dat er mee omgegaan wordt. Het gevoel is er nog niet helemaal. Maar het is nou een kwestie van aanpassen. Ik denk dat de figuur nog een beetje groter moet worden. Ja.
Nou is het alleen louter compositoren dat ik nou aan het kijken ben. Hè. De vorm die ik er nu bijgelegd heb, wat die is nu te gewelddadig ten opzichte van of straalt te veel macht uit ten opzichte van het figuur. En dan moet ik nu in balans zien te krijgen. Maar ja, de voeten nog wat langer, de kop nog wat bij. Ik denk dat ik het figuur een beetje moet oprekken.